Gluren bij de buren. Nou, wie wil dat niet? Wij gaan kijken naar woonkamerfestivals. Ik ben benieuwd. Hartelijk welkom bij Gluren bij de buren op de São Paulo Dreef. Met veel trots presenteren wij nu Thijs Visser, die heel veel mooie liedjes voor ons gaat spelen. Gluren bij de buren. Waarom doen jullie daar mee? Om twee redenen. In de eerste instantie omdat wij hier allemaal heel erg van muziek houden. Omdat we het leuk vinden om cultuur in het huis te brengen. En de tweede reden is stiekem ook wel een beetje. Heel veel mensen zijn nieuwsgierig naar de experimentele flats in Overvecht. En dit is wel echt een unieke manier om een kijkje te nemen in onze flat. In onze gezamenlijke ruimte. En dat vinden mensen toch ook wel heel erg leuk. Je hebt je eigen flat, maar je hebt toch makkelijk contact met elkaar. En je hebt een ruimte waarin je dingen kan doen. Of nou een feestje is, of spelen, of gezelligheid. Of... Hoe ging het? Ja, echt, echt best wel ontspannen. Ik heb een keer eerder opgetreden. Dankjewel. Succes, bedankt. Bedankt voor het komen. Ja, echt een heel leuk publiek. Leuke opstelling hier, dus het voelt heel knus. En daardoor is het eigenlijk net of ik thuis zit te spelen. Dus je voelde je hier wel thuis? Ja, zeker. En nog wel even ook, want dit was pas mijn eerste optreden, dus ik heb er nog twee te gaan. Kijken, anders te kijken dan je tot nu toe hebt gedaan. Kijk, die doen ook mee. Dan gaan we ook een kijkje nemen. Gluren bij de buren, waarom doen jullie daar mee? Ik woon zelf hier in het appartementencomplex waar we nu aanwezig zijn. En de woonvereniging die had zich hier ook voor opgegeven. Want we hebben hier binnen het appartementencomplex twee gezamenlijke ruimtes. Waar we gezamenlijke dingen doen, zoals samen eten koken of spelletjesavonden, filmavonden. Van alles en nog wat. En dus in die zin kwam dit feest van Gluren bij de buren heel goed uit in ons programma. Het is een klassiek blaasquintet bestaande uit een dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot en de horen die ik zelf bespeel. En daar is heel veel repertoire voor geschreven. En dus ik dacht, dat vinden de bewoners vast mooi. Is het gelukt met de bewoners? Dacht het wel. We hebben nu net één optreden achter de rug. En ik had wel de indruk dat de mensen het mooi vonden.